Groningen en dan zijn we in Groningen op deze prachtige zondag. De speeltuin is vanmorgen om 11 uur geopend, maar toen waren wij niet in de gelegenheid. En nu is het middag en nu zijn alle mensen weg. Het was een hele drukte, maar ja, daar konden we allemaal niet bij zijn. Dus nu zijn we hier en dan kijken we even rond. Het is een prachtige tuin geworden met een echte pomp. Zie je? Er komt echt water uit, zo kunnen ze lekker kliederen. Dat hoort erbij bij een speeltuin. Dan loop ik even verder. Dan zie ik hier... Oh, hij spettert. Dan zie ik hier vogelhuisjes. Die horen er ook bij. Een heerlijke schommel. Voor mensen die willen relaxen. Mooi pad hier rondgemaakt. Dan hebben we hier... Wat zou dit zijn? Dit is dus een... gevergeerde dassenburcht. Waar dus de kinderen ook in kunnen graven. En spelen, door de gaten erin en eruit klimmen. Echt heel leuk bedacht. Ook een grotere ingang voor man. En kleinere gaten voor de kinderen. Dan loop ik even. Hier kunnen ze, dit is een soort, wat zou ik ervan maken? Een soort krokodil of zo. Kunnen ze overheen klimmen. Rondom mooi aangeplant geplant met allerlei grasjes. Hier hebben we, dit is een soort keukentje, hier kunnen ze koekjes bakken van allerlei materiaal erbij en hartjes, leuk. Zo kunnen ze op de gemak gaan zitten. Schoon natuurlijk, die kunnen niet ontbreken. Beetje verder een klimrek. Voor kleinere en voor grotere. En dan hebben we hier een kanaal. En als je een beetje fantasie gebruikt, dan zit er boven de vogel die de kinderbroeders eraf kunnen schieten als ze op Pinkster koning schieten. Maar dat gebeurt niet, want dit is een ijzeren. En hier kunnen ze opklimmen, paal. Boompjes geplant. Nog meer plantjes. En dat is een voetbalveldje. En daar staat nog. Dat is leuk. Even hier kijken wat er op die paal staat. Allemaal wegwijzers. En hier staan allemaal palen met vogelhuisjes. Daar zijn we toch benieuwd. De klauterboom. En duikelstang en een schobbel. En wat staat er naar die kant? Ik moet eigenlijk op de plantjes letten. Oh, dat kapel natuurlijk. Ja, allicht. Die zit achter de bomen. En hier hebben ze mooie randen gemaakt. Hier kunnen ze lekker op zitten. Ze kunnen in het zand. Ik heb begrepen dat ze bij de opening een gouden schelp konden zoeken. Er waren de schelpen verstopt in het zand. Allerlei kleuren, maar ook een gouden. En wie die gewonnen had, mocht dan de speeltuin openen. Maar de gouden schelp is niet gevonden toen ik even alleen maar stond te kijken. En ik weet niet of dat hij nou gevonden is. Maar een van de kinderen heeft dus de speeltuin mogen openen door iets heel moois door te knippen. En ik hoop dat de kinderen hier heel veel plezier hebben. En de opa's en oma's en de papa's en mama's die oppassen ook.